In een rozenkwekerij aan de Poldermolen in Nieuwveen heeft woensdagavond brand gewoed. Het vuur ontstond in de warmtekrachtcentrale van het bedrijf en is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. De brandweer rukte met groot materieel uit en had het vuur snel onder controle. De schade is groot en kan nog oplopen omdat de kassen nu niet meer verwarmd kunnen worden. Op de Grutto-Singel in Den Haag-Ypenburg is in de nacht van woensdag op donderdag een gestolen auto in de sloot beland. Agenten probeerden de bestuurder te stoppen omdat hij veel te hard reed. De man ging er vandoor, maar kwam in een sloot terecht. Hij klom op het dak van de auto en werd uit het water gered. Voor de Egyptische ambassade in Den Haag is woensdagmiddag een 52-jarige man aangehouden die zich in brand dreigde te steken. Hij had zich overgoten met een brandbare vloeistof. De politie kon hem overmeesteren. De man had een spandoek op zijn rug. Het is nog niet bekend wat zijn motieven waren. Personeel van Defensie sluit donderdag de landelijke actieweek af met een protestactie in Den Haag. Ze voeren actie tegen de bezuinigingen en het verdwijnen van banen bij de krijgsmacht. Bij de Frederikskazerne en de Beatrixkazerne worden flyers uitgedeeld en er is een protestbijeenkomst op het plein in Den Haag. Ook wordt er een petitie aangeboden aan de Kamercommissie van Defensie.